GPTV staat voor een van de belangrijkste weekenden uit haar bestaan. Dit weekend gaan we voor het eerst live uitzenden en meteen ook nog met twee evenementen. Dat is mogelijk dankzij de samenwerking van GPTV met het Heerenveense mediabedrijf Podium TV, dat over alle faciliteiten beschikt om live uitzendingen mogelijk te maken. Compleet met regiewagen en satellietwagen. Vrijdagavond is de eerste sportuitzending vanaf 7 uur. U kunt op GPTV live kijken naar de voetbalwedstrijd Heerenveen-PSV vrouwenvoetbal. Anchorman voor de sport is Dick Jansen. Hij heeft een aantal jonge sportverslaggevers om zich heen verzameld om sport breed op GPTV in uw huiskamer te brengen. Vrijdagavond om 7 uur live bij GPTV. De openingswedstrijd van het Benelieke, seizoen 2013-2014 met Heerenveen-PSV. Na de eerste live sportuitzending vanuit Heerenveen volgt zondag de eerste cultuuruitzending op GPTV Live. Vanuit de Prinsentuin doen twee presentatoren en drie reporters verslag van alles wat daar te beleven is. De live uitzending is zondagmiddag van 3 uur tot 5:30. 2,5 uur live televisie met gesprekken over de uitmarkt, de culturele hoofdstad, het bidboek en cultureel ondernemerschap. Maar ook heel veel leuke interviews over alles wat we de komende winter gaan beleven op cultureel gebied in Friesland. U krijgt alvast een preview van de 4 exposities die vanaf 13 september te zien zijn in het nieuwe Fries Museum. U weet het dus, vrijdagavond vanaf 7 uur live vrouwenvoetbal Heerenveen PSV op GPTV en zondagmiddag van 3 tot 5:30 GPTV live met de uitmarkt vanuit de Prinsentuin.